Mijn naam is Mirjam Lange en ik vind het een grote eer dat ik vandaag uw gastvrouw mag zijn. Namens onze stichting, de Stichting Jacoba van Tongeren, heet ik u van harte welkom. Daarboven, op nummer 45-1, woonde Jacoba van Tongeren. Wij hebben het balkonnetje oranje versierd, zodat u goed kunt zien waar zij woonde. En zij keek uit hier over het plein. Vanaf nummer 45-1 leidde Jacoba groep 2000, een verzetsgroep met 150 medewerkers. En het is ongelooflijk, maar nog maar 6 jaar geleden had niemand gehoord van Jacoba van Tongeren en groep 2000. Zij waren onbekend. En het is te danken aan haar neef Paul van Tongeren, die hier op de eerste rij zit. Dankzij zijn boek, zijn onderzoek, al zijn werk, dat deze verzetshelden hun welverdiende plaats in de geschiedenis hebben gekregen. En nou zijn ze terug in Amsterdam, de stad waar ze woonden. Hun mooie stad, die in de Tweede Wereldoorlog werd getroffen door onderdrukking en geweld. En zij accepteerden dat niet. Zij gingen in verzet. En daarom zijn wij hier. U heeft een programma gekregen. Daarop kunt u zien welke gasten vandaag bijdragen gaan leveren. Ik ga niet iedereen welkom heten, want dan wordt het een veel te lange zit. Maar ik wil een paar mensen in het bijzonder noemen. Allereerst Paul en Els van Tongeren en hun kinderen en kleinkinderen. Wat een bijzondere dag is dit voor jullie. Zoveel werk verzet, zoveel inzet, zoveel emotie ook in deze historische ontdekkingsreis. Een heel warm welkom aan de familieleden van de groepsleden van groep 2000. Uw moeder of vader, uw oma of opa, uw tante of uw oom. Zij worden hier door ons allen geëerd. Hun namen staan nu geschreven op de sokkel van het beeld, en dat gaat u straks zien. Het beeld dat is gemaakt door beeldhouwer Fabio Pravisani. Een speciaal welkom ook aan de vertegenwoordigers van de stad Amsterdam. Femke. Aan Femke Halsema, burgemeester van de stad Amsterdam. Wat fijn dat u er bent. Aan Venna Ulitski, de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-West. Aan Job Cohen, de voorzitter van het Amsterdams 4-5 mei-comité. Met uw aanwezigheid bij de onthulling van dit monument bevestigt u het grote belang dat de stad Amsterdam toelicht aan het leven en het verzetswerk van Jacoba van Tongeren en groep 2000. En dan geef ik nu graag het woord aan de burgemeester van Amsterdam. Dat is wel een welkom. Dank u wel. Dames en heren, nabestaanden, buurtbewoners, jongens en meisjes. Goedemiddag. Het is niet te missen, daar woonden ze, volgens mij, op de hoek. En rechts van mij, op nummer 2, dus meer daar, zat ze een tijdje ondergedoken. Jacoba van Tongeren, de bonnenkoningin die een verzetsgroep leidde met straffe hand en bijna al haar mensen veilig door de oorlog wist te krijgen. Ze runde een illegale persdienst, deed koerierswerk, gaf leiding aan 140 verzetsmensen, hield duizenden onderduikers met voedselbonnen in leven, bracht Joden in veiligheid en pleegde overvallen. En toch ging ze ongezien op in de massa. Ze was onzichtbaar omdat dat moest.
Binnen het verzet was ze juffrouw 2000. Volgens de ingenieuze cijfercode die ze op een bankje in het Vondelpark zelf had bedacht. Maar daarbuiten was ze gewoon Jacoba uit de Baarsjes, maatschappelijk werkster van Centrale van de Werklozenzorg. Ze was een vrouw van weinig woorden, maar met groot gezag. Met haar ogen kon zij, in de woorden van een andere verzetstrijder, goedkeuren en veroordelen. Strelen en striemen. En mij is verteld, maar ik weet het nog niet, dat je die vele gezichten die ze had terugziet in het standbeeld dat straks onthuld wordt. Een wilde kat voelde ze zich ook wel eens. Zo schreef ze in haar memoires. Maar toen het erop aankwam, overzag ze alles, was ze waakzaam en deed ze wat er gedaan moest worden. Zo stil mogelijk, dus zonder op te vallen en liefst zonder geweld mensen in nood helpen. Zo runde ze jarenlang een opvattende en complexe organisatie in moeilijke omstandigheden. In onze tijd, laten we wel wezen, zou zij een nationale politieke leider zijn geweest of had ze misschien wel aan het hoofd gestaan van een grote multinational. Maar dan wel één met principes. Ze vond dat zelf niet zo bijzonder. De vijand trotseren, zei ze, dat gaat vanzelf. Van het een komt het ander, heel gewoon dus. Na de oorlog zweeg ze over haar rol en die van haar groep 2000. Ze liep niet met de verhalen te koop en cijferde zichzelf opnieuw weg. En kreeg, zo werkt het helaas, lange tijd niet de erkenning die zij verdiende. Geen straat of plein werd naar haar vernoemd en steeds minder mensen kenden haar naam. En dat was natuurlijk ook, laten we daar maar eerlijk over zijn, omdat ze een vrouw was. Historici hielden de vrouwen van het verzet grotendeels buiten de boeken. Pas de laatste jaren is steeds meer het besef van de grote betekenis die vrouwen speelden in de Tweede Wereldoorlog. En voor Jacoba van Tongeren is het onrecht inmiddels rechtgezet. We hebben een brug vernoemd. Een tweejaarlijkse lezing draagt haar naam. En nu ook een prachtig standbeeld hier op het Antillenplein. En daarmee eren we haar als een van de allergrootste. Een inspiratie en een voorbeeld voor jong en oud. Omdat zij in principiële zaken onverzettelijk was. Omdat ze in de donkerste dagen de hoop levend hield. Omdat zij onder extreme omstandigheden heel gewoon deed wat nodig was. En zoveel het leven redde. Zij zal niet meer ontbreken in de geschiedenisboeken. Ze zal niet meer worden vergeten. En ze zal in onze stad nooit meer onzichtbaar zijn. Het is een mooie dag voor onze stad. Dank u wel. Dank je wel, Femke, voor je prachtige woorden gewijd aan deze hele bijzondere vrouw. Soms, als je heel stil bent, dan hoor je hun voetstappen. Dan hoor je hun stemmen. Dan zie je ze misschien lopen in de straten hier, Jacoba en de verzetstrijders van groep 2000. Dan kijken ze je aan en dan willen ze hun verhaal vertellen. Als er iemand is die het verleden naar het heden kan terugbrengen, dan is het de stadsverteller van Amsterdam, Karel Baratsch. Ik neem jullie mee naar het jaar 1943. De trein van Zaandam naar Amsterdam zit afgeladen vol met passagiers. Mannen lezen de krant, vrouwen met tassen op schoot
die babbelen met elkaar. En kinderen kijken uit het raam. En ergens bij het middenpad zit, zo te zien aan haar dikke buik, een zwangere vrouw. Tegenover haar zit een katholieke zuster. Een non, gekleed in een habijt, met een wit kapje op haar hoofd. De non zit te knikkebollen. De trein nadert het Centraal Station van Amsterdam. Plotseling zwaait de deur van de coupé open. Persoonsbewijzen, papieren. Agenten in burger, die Nederlands en Duits spreken, komen de passagiers controleren en hun bagage doorzoeken. Ze zijn op zoek naar Joden en naar verzetstrijders. Een vrouw moet haar koffer openmaken, een ander haar tas. En grondig wordt de inhoud bekeken. Een man wordt gefouilleerd. Opstaan, zakken leegmaken. En dan stappen ze af op de zwangere vrouw. Opstaan, jas openmaken. Verschrikt kijkt ze op. Op datzelfde moment springt de non overeind. Ze geeft een stomp in de buik van de ene agent en een klap tegen het hoofd van de ander. Die valt neer in het gangpad. De non grijpt de zwangere vrouw bij de hand en trekt haar door het middenpad naar de uitgang. Gooit het portier open en die twee, die springen uit de nog rijdende trein. En dan vluchten ze weg. Weg van het spoor. Tussen gebouwen door. Uit het zicht. Ergens op een stille binnenplaats trekt de non haar habijt uit. Nee toch? Het is een man. Die twee praten kort met elkaar. Dank je wel, 2010. Graag gedaan, 2000. En dan gaan ze uit elkaar. Ieder een kant op. Wie zijn die mensen? Dit zijn Jacoba en Rudy. Ze kennen elkaar als 2000 en 2010. Hij is geen non. Ja, dat hebben jullie begrepen. En zij is niet zwanger. Nee, Jacoba lijkt zo dik omdat ze onder haar jas een speciaal vest draagt. Daar zitten wel 5000 bonkaarten in. Voedselbonnen. Die hebben anderen voor hen geroofd uit een postkantoor in Zaandam. Jacoba en Rudy zijn de buit gaan ophalen. En dat is gevaarlijk werk. En ze zijn bijna betrapt in de trein. Maar het is goed afgelopen. Met die 5000 bonkaarten kunnen ze duizenden onderduikers van voedsel voorzien. Want Jacoba leidt hier in de stad een verzetsgroep van 150 mannen en vrouwen. En de leden van haar groep, die kennen elkaar wel, maar niet bij naam. Jacoba heeft een speciale code bedacht en ieder lid van de groep een eigen codecijfer gegeven. En ze drukt haar mensen op het hart. In het verzet nooit namen gebruiken, dan kan je de ander ook niet verraden. Na de ontsnapping uit de trein is het nog maar een klein stukje lopen naar de tramhalte. En Jacoba neemt de eerste de beste tram die langskomt. De wagen is vol, maar dat komt goed uit. Met haar dikke buik verbergt ze zich tussen de andere passagiers in het middenpad, hangend aan de lus. Maar de conducteur ziet haar staan en hij roept, armeesje, kan niet even iemand opstaan voor dit moedertje? Een Duitse soldaat springt overeind, klakt met zijn hakken en biedt galant zijn plaats aan. En Jacoba glimlacht. En ze gaat dankbaar zitten. Vanaf de halte is het nog maar een klein stukje lopen naar het kantoor van de groep 2000. Die is gevestigd aan de Weteringsgans, op nummer 100. Op een bordje bij de deur staat te lezen, maatschappelijk werk. Niets doet ons vermoeden dat hier een verzetsgroep is gevestigd. Jacoba gaat haar kantoor binnen en ze wordt opgewacht door twee medewerkers van haar groep nummer 1400 en 2045. Ze groeten haar hartelijk, maar ook een beetje bezorgd. Hallo 2000, is alles goed gegaan? Daar staat Jacoba. Alles is goed gegaan. En ze
trekt haar jas uit en laat het loodzware bonnenvest opgelucht van zich afglijden en is gelijk 5 kilo lichter. Daar staat Jacoba, daar staat 2000, in haar verpleegstersuniform. Ze neemt de leiding op zich, aan de slag. Waar is de sleutel van de code? De anderen wijzen naar de vloer. Samen trekken ze het kleed weg. Jacoba haalt 2 plankjes uit de vloer, waardoor een smal gat ontstaat. Ze steekt haar hand erin en er komt een envelop tevoorschijn. Dan gaan de plankjes weer terug de vloer in, het kleed eroverheen. En Jacoba maakt de envelop open en legt op tafel 6 blaadjes naast elkaar. Op deze blaadjes staan alleen cijfers en letters geschreven. Het lijkt wel een geheimtaal. En dat is het ook. Dit is de geheime sleutel van de code. Als de nazi's deze informatie in handen krijgen, lopen 1000 mensen gevaar. Groot gevaar. Intussen zijn 1400 en 2045 aan de slag gegaan om het bonnenvest leeg te maken. En ze leggen alle voedselbonnen neer op tafel op stapeltjes. En samen met 2000 beginnen ze enveloppen te vullen. In iedere envelop een paar voedselbonnen en dan schrijven ze met potlood een cijfer op iedere envelop. Geen namen, geen adressen. En af en toe werpen ze een blik op de 6 blaadjes om te zien of ze geen vergissing maken. Dit lijkt normaal kantoorwerk, hè? Kaarten sorteren, enveloppen vullen. Maar wat deze 3 staan te doen, is verboden. Levensgevaarlijk werk waar de doodstraf op staat. Het werk zit erop. 1400 en 2045 vullen hun fietstassen met enveloppen en dan rijden ze weg over de Weteringsgans, ieder een kant op. Jacoba kijkt hen na. En ze kan tevreden zijn. Want ook deze maand krijgen weer 1000 onderduikers te eten dankzij de groep 2000. De groep die haar naam draagt. De laatste die vandaag van kantoor weggaat is Jacoba zelf. Ze draait de deur op slot en wandelt over de Weteringsgans richting het Weteringplantsoen, het parkje verderop. Veilig onder haar verpleegstersuniform verborgen zit die ene belangrijke envelop. De sleutel van de code. Haar vaste medewerkers kennen de afspraak. De sleutel van de code die ligt tijdens kantooruren of op tafel of verborgen onder de vloer, maar mag nooit en te nimmer achterblijven op kantoor. De laatste die van kantoor weggaat, neemt de sleutel met zich mee. Tot zover. Dank je, Karel. Karel speelt op Amsterdamse scholen deze voorstelling, De Bonnenkoningin. Ik heb het al heel vaak gezien en iedere keer raak ik weer helemaal in het verhaal. Dat vind ik zo knap, Karel. Na afloop heeft Karel met de kinderen indrukwekkende gesprekken over hedendaags racisme en over discriminatie. Hij doet dat om lessen te trekken uit het verleden voor het heden. En dat is heel bijzonder om daarbij te mogen zijn. De volgende spreker is Job Cohen. Ik denk dat een nadere introductie van Job Cohen bij u niet nodig is. De voorzitter van het Amsterdams 4-5 mei-comité. Maar 1 persoonlijke opmerking wil ik graag maken, meneer Cohen. Vanaf het allereerste begin heeft u alle initiatieven rondom Jacoba van Tongeren en Groep 2000 heel nadrukkelijk gesteund. En dat heeft ons geraakt. Dat u dat deed en daar zijn wij heel erg dankbaar voor. Meneer Cohen. Burgemeester, dames en heren, jongens en meisjes.
hoe meer ik mij verdiept heb in het leven van Jacoba van Tongeren, des te meer heb ik beseft wat een zeer bijzondere vrouw zij is geweest. Ze had een heel bijzondere jeugd, tot haar 13e opgevoed door haar vader in Indisch oerwoud. Haar vader, militair, bracht zijn militaire wijze van denken en doen over op Jacoba. Essentiële eigenschappen voor wat haar latere leven zal zijn. Haar vader was bovendien een man met principes waar hij naar leefde, hoe moeilijk dat ook was. En ook dat zou haar hele verdere leven een richtsnoer voor Jacoba zijn. Na hun vertrek naar Nederland volgde een gymnasiale opleiding, terwijl het thuis, met een moeder die grote afstand tot haar dochter had, soms meer dan lastig was. En dat is een eufemisme. Een opleiding tot verpleegkundige volgde. Het is een rol waarin haar intense belangstelling voor anderen tot zijn recht komt. Maar een ernstige ziekte maakte haar langdurig, wat wij nu zouden noemen, arbeidsongeschikt. Rond het uitbreken van de oorlog is ze, wonder boven wonder, en door een ijzeren wil hersteld. Snel volgen de zorgen om haar vader, die grootmeester in de orde der vrijmetselaren is, en om die reden door de bezetter vervolgd zal worden. Hij zal de oorlog niet overleven, maar helpt Jacoba op essentiële momenten belangrijke besluiten te nemen, waardoor de groep, waar zij langzaam maar zeker de leidsvrouwen van wordt, voor de bezetter onaantastbaar wordt. Essentieel daarbij, en het is vandaag al ter sprake gekomen, maar ik ga er iets meer over zeggen, is de code die zij voor de groep ontwikkelt. Ieder lid krijgt die eigen code, niemand kent de andere leden bij naam. Maar nu citeer ik over het ontstaan van die code. Ik zit in het Vondelpark en ik denk na. In Gods vrije natuur kan ik altijd beter nadenken. Woord, letter. Letter, cijfers. Cijfers die letters en letters die cijfers hadden moeten zijn. Ik trek figuurtjes in het zand met een takje. Een figuurtje, een nulletje. Er trekt een lach over dit gerimpelde voorhoofd. God heeft de zorgen weggevaagd. Floep, weg nulletje. En weer één. Zo speel ik nog een poosje door. 20, T. T, 20. Letters die cijfers en cijfers die letters hadden moeten zijn. T, de beginletter van mijn naam, de 20e letter van het alfabet. 20, zomaar een nummer dus. Einde citaat. En zo bedenkt ze het codenummer voor zichzelf. 20 is T plus 00, de eerste van de reeks groepsleden, 2000. Uit dit citaat blijkt bovendien, en ik sprak daar nog niet over, het enorme belang dat godsdienst in haar leven speelt. In de moeilijkste en ingewikkeldste omstandigheden luistert zij naar haar God, die haar altijd weer verder brengt. Vele passages in haar dagboeken zijn daar voorbeelden van. Passages waarin zij ook zichzelf niet spaart. Haar God is voor haar richtinggevend, haar inspiratiebron voor haar gevoel van rechtvaardigheid. Groep 2000 is sterk gelieerd aan de hervormde kerk. Zie daar een aantal eigenschappen die Jacoba hebben gemaakt tot de vrouw die zo'n essentiële rol heeft gespeeld in het verzet. Een rol, het is al gezegd, die veel te lang onopgemerkt is gebleven. Een welhaast militaire achtergrond, met tegelijkertijd afkeer van geweld. Een diep doorvoeld gevoel voor rechtvaardigheid. Een onvoorstelbaar uithoudingsvermogen. Met, mede als gevolg van deze eigenschappen, een welhaast natuurlijk gezag dat mede tot stand kwam door haar haast vanzelfsprekend moedig gedrag. Wat leren wij vandaag de dag van deze bijzondere vrouw, die volkomen terecht geëerd wordt met dit standbeeld hier op de plaats waar ze gewoond heeft? Vandaag de dag, in een tijd waarin tegenstellingen lijken te groeien, waarin het moeilijker lijkt te worden om mensen die van mening verschillen bij elkaar te brengen. Rechtvaardigheidsgevoel, doorzettingsvermogen, afkeer van geweld, moed en een altijd luisterend oor zijn eigenschappen die in ieder tijdsgewricht van groot belang zijn. Ik sta hier als voorzitter van het Amsterdamse 4-5 mei-comité. Onze rol is het om volgende generaties te doordringen
van het grote geluk dat wij in ons land nu al zoveel jaren in vrijheid leven. En het enorme belang om te beseffen dat die vrijheid niet vanzelf komt en niet vanzelf blijft. Wij moeten daar allemaal blijvend aan werken. Het tonen van het bijzondere leven van Jacoba kan ons daarbij helpen. Waarbij wij ons wel moeten realiseren dat juist ook rechtvaardigheidsgevoel niet eendimensionaal is. Mensen denken ook over principiële kwesties verschillend. En des te meer is een luisterend oor van belang. Dames en heren, wij staan hier als gevolg van het doorzettingsvermogen van enkelen, onder wie neef Paul van Tongeren. Ik weet dat zijn zoektocht naar het leven van zijn tante ook voor hemzelf heel belangrijk is geweest. Hij is erin geslaagd, mede met hulp van Trudy Admiraal, de goudsmid van Paul, Piet Stichelbout en Frans Reitema, kinderen van groepsleden, haar leven en dat van al die mensen die deel uitmaakten van groep 2000 uit de anonimiteit te halen. En dat is belangrijk, want wij kennen allemaal het Joodse gezegde. Je bent pas echt dood als er niet meer over je gesproken wordt. Dank u wel, Job Cohen, voor uw prachtige woorden. En Paul, jouw zoektocht naar het verleden begon toen jouw twee kleinzonen jou vroegen: opa. Jouw twee kleinzonen, Tijn en Sies, ze zijn hier aanwezig. Opa, waarom is jouw vader in de oorlog doodgeschoten? En waarom is jouw opa vermoord? En Paul vond dat hij antwoord moest kunnen geven op die vragen. En zo is zijn zoektocht begonnen. Hoe mooi is het nu dat de vijf kleinkinderen van Paul en Els van Tongeren, ik spiek even voor de namen, Tijn, Sies, Mart, Julia en Brechtje, vandaag het standbeeld van hun tante Jacoba gaan onthullen. Willen jullie naar voren komen? Een beetje naast. Ja. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Denk het wel. Ja? Oké. Okay. Jullie hebben afgesproken wie aan het touwtje gaat trekken. Ik tel af en dan gaan jullie dat doen. 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. Ja, rustig doortrekken. Wow. Dank jullie wel, kleinkinderen van Paul en Els van Tongeren. Hartstikke goed gedaan. Jullie mogen gaan zitten. En dan, dames en heren en kinderen, staat hier naast het beeld Fabio Pravisani, de beeldhouwer. Dankjewel, Fabio, voor dit prachtige beeld. Zometeen het woord aan Paul van Tongeren. Lieve Paul, je hebt een indrukwekkend boek over je tante Jacoba geschreven. Maar dat vond en dat vind je niet genoeg. Zo is Paul van Tongeren. Je wilde, en dat wil je nu nog steeds, alle leden van die groep een gezicht geven. Dat is een enorme zoektocht. Maar wat ben je ver gekomen, Paul? En heel graag horen we van jou, jouw verhaal en waarom groep 2000 zo'n unieke verzetsgroep was. Paul van Tongeren. Burgemeester, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, het hele land en uit de baarsjes, welkom bij deze fantastische bijeenkomst. Ik moet zeggen,
De allereerste zin staat niet in de regels, maar is dat dit in 6 jaar toch dit heeft mogen gebeuren, ben ik intens dankbaar voor. 6 jaar geleden, ik blijf het benoemen, was zij onbekend. Jacoba van Tongeren, Jacoba van Beieren bedoelt u. Nee, dat in 6 jaar geleden, en mede doordat ook Job Cohen het boek 6 jaar geleden aan Eberhard van der Laan kon aanbieden en dat van daaruit het steeds bekender werd. Wat fijn dat er zoveel naar de Antillenstraat toegekomen zijn om de onthulling bij te wonen. En wat is het beeld prachtig geworden. Ik heb het voor het laatst gezien in de loods waar het bronsgieten plaatsvond. Maar ik vind het hier prachtig staan. Ook nog mooi tegen het struweel, zoals wij dat noemden, daarachter. Heel mooi. En waar ik ook ongelooflijk dankbaar voor ben. En wat ik echt verblijd van ben. Is dat er ook hier weer, net als in de Rode Hoed, toen het boek werd gepresenteerd, meer dan 200 familieleden zijn van groepsleden. Wat een geweldig aantal, 150 namen staan op de plaquettes die zo dadelijk onthuld worden. En dit ontroert me. Ik voel me zo sterk verbonden met u, familieleden van de groepsleden. Ik heb met tientallen van u gebeld, gemaild. Aantal ken ik persoonlijk, maar heel veel niet. En ik vind het fantastisch dat u hier allemaal bent. Ondanks dat mijn instructies waren helemaal geen namen te noemen, omdat het te veel tijd kost, zal ik er een paar noemen. Maar dat komt zo. Maar excuses, want ik kan er geen 150 noemen. Jarenlang hebben velen van ons in onwetendheid geleefd, terwijl we tegelijkertijd haarfijn de spanningen en het verdriet van onze ouders en grootouders, broers en zusters, ervaarden, zonder dat er over werd gesproken. Ik herhaal, zonder dat er werd gesproken. Bijna altijd als ik in contact kwam, wist de familie niets, want pa of ma sprak er niet over. Maar ik had daar begrip voor. Want zelf heb ik 70 jaar lang de gebeurtenissen van tijdens en na de oorlog ook weggestopt. En uit de persoonlijke verhalen van u, nazaten, heb ik begrepen dat ook jullie vaak daarmee hebben geworsteld. En wij wisten niet van elkaar, of sommigen nog maar sinds een paar maanden, weten we van elkaar dat onze ouders lid waren van groep 2000. Dat is echt pas de laatste jaren bekend geworden. In de beginjaren, toen mijn vrouw en ik ons onderzoek begonnen, merkten wij dat Jacoba niet alleen onbekend was gebleven, maar ook al die 150 verzetslieden, die ook verborgen door het al meerdere keren genoemde codecijfer ook nooit erkenning hebben gekregen. Want als ze nou hadden gehoord tot de groep Stevens of Jansen, desnoods van Tongeren, maar nee, het was een onbekende groep, die heette 2000 en dat zei niemand wat. Wij zijn aan de slag gegaan om te kijken wie zit er nou achter. Eerst was de code en daarna die naam. En zo hebben wij op allerlei manieren daarnaar gezocht. En ik was heel blij dat wij toen het boek uitkwam in 2015, dat wij al 85 korte biografieën konden opnemen. En bij het uitgeven van het boek in 2015 en de jaren daarvoor hebben wij heel veel steun ontvangen van het NIOT en met name van de toenmalig directeur Marian Schwekman. Ik wil uw naam hier noemen, want uw hulp was groot. De afgelopen jaren werden we fantastisch geholpen
door Dimitri Gazan. En die is een heel kundig in genealogie. En heeft ons daarmee zeer geholpen. Dimitri, steek even je hand op. Ja, daar. Samen met hem, en vooral door hem, hebben wij nog weer tientallen nieuwe nazaten kunnen ontdekken. Dus was het 85, zes jaar geleden. Nu staat de teller op 125. En al die bio's die we nu hebben, staan ook op de website. Dus zo dadelijk, als u hier die namen ziet, u kunt zo op de website de bio's lezen. Vooral ook door Dimitri. Groep 2000 is als verzetsbeweging om een aantal redenen vrij uniek. Een eerste toch heel apart iets is de diversiteit van haar leden. Minstens 10 waren Joodse verzetstrijders die lid waren. Minstens 10 waren dominees. En minstens 10 waren vrijmetselaars. Dus dat was ook al toch een bond, gezelschap die samenwerkte in hun strijd tegen onrecht. Wat ook een belangrijk aspect is van de groep, is dat er zoveel verschillende gespecialiseerde onderdelen van de groep waren. Ze hadden een persoonsbewijsorganisatie, een knokploeg, een koeriersdienst, een marine zendstation, EHBO-posten enzovoort. Dus dat, het was wijd vertakt en goed georganiseerd. En dat was ook een kenmerk. En u heeft al gehoord, Jacoba was niet als meisje, maar als soldaat opgevoed door haar vader, die militair was en bruggen aanlegde in Sumatra in Nederlands-Indië. De groep was daardoor ook strak hiërarchisch georganiseerd en efficiënt geleid. Maar in de wijken, waar dus al die duizenden onderduikers zaten, daar was het heel sterk gedecentraliseerd en fijnmazig georganiseerd. Verschillende leden van de groep waren actief in het verzet en waren tegelijk gemeenteambtenaar van de politie, van de GGD, van veel van distributiediensten. Zoals gezegd, een paar namen wil ik noemen. Jan van Kan, 1400 JK. U zat daar ergens. Daar zitten. Jan van Kan was ambtenaar bij de distributiedienst. Organiseerde duizenden voedselbonnen en leidde ook een hele goed geleide knokploeg. En dat deed hij allemaal, maar op 11 april 1945 werd hij gefusilleerd. En ik ben blij dat Henk Kan, nu 93, en zijn broer hier zijn met 11 familieleden. Dank u. Jan-Piet van Hoften, 8047 voor de ingewijden, werkte bij de politie. En via hem kwamen alle informatie uit politiedossiers, allemaal werden die bekeken en voor nader onderzoek om te kijken of nieuwe groepsleden, maar ook die duizenden onderduikers, betrouwbaar waren. Zijn kleinzoon is hier met familie. Even kijken, waar zat Peter van Hoften? Daar. Ik ga ze niet allemaal noemen. Ik noem alleen nog 2 namen. Eén was Keur, chef van een distributiekantoor. Een hele strategische goede functie. En Harm-Jan Tuntler, die was directeur van de GGD. En ook daarmee was dat apparaat, werkte voor het verzet. 2000, groep 2000 groeide uit tot een belangrijke verzetsgroep in Amsterdam. En daarom maakte ze ook deel uit van de Raad van Verzet. Daar kwam Jacoba met louter verzetsmannen aan de tafel, als enige vrouw. Jacoba leidde een onvervalst Amsterdamse verzetsgroep.
een lokale groep, het is al genoemd, die wel 4.500 onderduikers het leven wist te redden. Dat is een enorm aantal. Dat betekent dat elke periode weer heel veel voedselbonnen moesten geleverd worden, beschikbaar komen. Vaak geleverd, en ik zeg dat graag hier in de baarsjes, door de kruidenier van Jacoba. Hier om de hoek, op de hoofdweg, was Pieter Bol. Waar zat ook weer Pieter Bol, zijn familie? Ja, Pieter Bol, 6 van zijn familie aanwezig. Die hielp met duizenden voedselbonnen tot en met voedselpakketten naar Bergen-Belsen gestuurd. Veel verzetslieden bovendien en onderduikers zijn gered door, ik ga er nu niks meer over zetten, de unieke militaire code. Dit is ook het moment, denk ik, om ook stil te staan dat toch bijna 20 van de groepsleden het leven hebben gelaten in hun verzetswerk. Laten we hun werk en hun namen nooit vergeten. Wij realiseren ons dat veel van jullie ouders en grootouders na de bevrijding kampten met psychische en fysieke klachten. We zijn er ons diep van bewust van dat zij de spanningen van hun toenmalige verzetswerk nog jarenlang als last met zich mee hebben moeten dragen. En dat ook velen van ons, de kinderen en de kleinkinderen van deze helden, die zware last zij het soms onbewust mede hebben moeten dragen. Lieve familieleden van groep 2000. De Van Tongeren familie is trots en blij dat er nu dit mooie standbeeld is van Jacoba. Ieder van u, de nazaten van groep 2000, kan trots zijn op jullie dappere vaders, moeders, ouders. En wees daar inderdaad trots op. Zij hebben hun leven in de waagschaal gezet voor gerechtigheid en de vrijheid van Nederland. Ten slotte, gisteren kreeg ik bericht van de gemeente De Bilt dat het college van BNW afgelopen week heeft besloten in een toekomstige nieuwbouwwijk in Groenekan, waar Jacoba kuurde van 1928 tot 1936, een straat naar haar zal worden genoemd. Afgelopen week hebben ook een aantal van u, die zich met name in hebben gezet ook voor de Joodse vluchtelingen, de Joodse onderduikers, hebben ook een uitnodiging gekregen voor de postume uitreiking van de Yad Vashem onderscheiding binnenkort aan Jacoba van Tongeren. Nu echt ten slotte, afgelopen 9 jaar heeft mijn leven en dat van mijn vrouw Els geheel in het teken gestaan van Jacoba. Geheel is nog een understatement. Vanaf het moment dat ik de handgeschreven herinneringen van Jacoba in een archief vond van de vrijmetselaren, en waren wij soms tot tranen geroerd toen wij lazen over haar echt heel zware leven. En wij zijn toen een emotionele zoektocht begonnen naar ook die 150 groepsleden. Die zoektocht die ons ook veel vreugde en voldoening heeft gegeven. Jacoba van Tongeren heeft 9 jaar bij ons ingewoond en ons leven verrijkt. Els heeft mij al die tijd onvoorwaardelijk gesteund en meegedacht. En dat was soms niet makkelijk en dat was soms zwaar. Ongelooflijk bedankt voor je steun, Els. Maar omdat ik nu nog hier sta en zo dadelijk niet meer terugkom, wil ik hier toch wel niet die 150 namen gaan opnoemen, maar de immense betrokkenheid, steun en gigantische inzet van de leden van de Jacoba-werkgroep, met grote hulp ook van Pieter Tepe, die wil ik noemen
en die groepsleden zeer bedanken, want deze onthulling was nooit mogelijk geweest zonder de hulp van de Jacoba werkgroep. Heel erg bedankt. Dankjewel, Paul. Wat ben je toch een heerlijke man. Je hebt prachtig gesproken. Heel erg mooi. En ik ken bijna niemand, dames en heren, en kinderen, die zo gedreven is als Paul van Tongeren. Fantastisch, Paul. Zometeen gaan we de plaquettes onthullen met daarop de namen van de groepsleden. En die plaquettes worden onthuld door twee kleinkinderen van de groepsleden van groep 2000. Titus Ares is de kleinzoon van dominee Bernard Ares. Dominee Ares was een hele belangrijke persoonlijke vriend van Jacoba en haar steun en toeverlaat. En dan hebben we Lucas Reitema. Lucas Reitema is de kleinzoon van Kees Reitema, nummer 1802. Hij was een van de eerste leden van groep 2000. Titus en Lucas, zouden jullie naar voren kunnen komen? En zij worden geholpen door vier leerlingen van de Corantijnschool. Wiam, Mia, Minou en Ravi, kom maar bij. Ik ga aftellen. En dan gaan jullie het mooie rokje eraf pellen. We hebben het geoefend, dus het gaat helemaal goed. Ik ga tellen, hè? Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, probeer maar. Heel goed. Nou, dat komt helemaal goed. Nou... Fantastisch. Dank jullie wel, onthullers. Mogen jullie gaan zitten? En dan nu even een heel klein intermezzo, zodat we allemaal kunnen laten bezinken wat we hebben gehoord. Een van de bondgenoten van Jacoba was nummer 203. 203, denkt u, wie zou dat zijn? Maar het bijzondere is dat u haar allemaal ongetwijfeld van naam kent. Nummer 203 was Frida Belinfante. Een van de leiders van het kunstenaarsverzet. En zij hielp groep 2000, ze was er lid van, met het vervalsen van persoonsbewijzen. Frida speelde fantastisch cello. En daarom vraag ik nu uw aandacht voor Eduard van Rechter en Altena. Hij speelt voor ons de prelude van Bach, Eerste Suite. Eduard, kom op het podium. Thank you.
Dankjewel, Eduard. Dat klonk heel goed hier gewoon in de buitenlucht. Ja. Jacoba was een hele sterke vrouw die in stilte grootse prestaties neerzette. Dat maakt haar een rolmodel voor mij, maar ook voor de generaties na mij. Zoals voor Zeynep El Bouni. Zeynep is een spoken word artiest uit Amsterdam. En met haar rake teksten confronteert ze je met je vooroordelen. Zeynep zet je aan het denken. Zij is niet voor niets genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de kunst. Dames en heren en kinderen, Zeynep met haar nummer getiteld Afkomst. Zeynep. Vaak wordt mij gevraagd. Wat ben je van afkomst? Surinaams? Nee. Somalisch? Nee, ook niet. Egyptisch dan? Ja, Egyptisch. Nee, ook niet. Vertel op, wat ben je van afkomst? Ik vertel het je. Maar voordat je mij kan labelen aan afkomst, wil ik je wat anders vertellen. Ik wil graag af van alle labels. Al is het voor een paar minuten. Allemaal hebben we diezelfde identiteit. Maar toch. Toch is het voor de ene wat makkelijker dan de ander om zijn doel te bereiken. De ene is er al, terwijl de andere zich nog moet bewijzen om daar te komen. Dat we allemaal... Sorry. Terwijl de ander zich moet bewijzen om daar te komen. Dat we zelfs bij het bedenken van naam voor kinderen tegen het feit aanlopen dat hij of zij later moeite krijgt met solliciteren. Dat we ons druk maken om scholing, leefomgeving, opvoeding, begrijp ik voorkomen. Maar om te solliciteren... Mijn plek van afkomst en illustratie van het allemaal anders kunnen zijn. Zwart, wit, getint, Arabisch, Berbers. Mijn ouders? Mijn ouders die ik als kunstenaar zich verbonden voelde met deze illustratie. Mijn vader zwart, mijn moeder wit. Berbers voor oorsprong, maar toch ook Arabisch geleerd. En ik? Ik ben dankbaar. Dankbaar dat ik iedere dag wakker word en mijn ouders voor me zie. Waarbij mijn moeder zich in een vroege morgen druk maakt om wat ze gaat koken. Ja, koken is haar passie. Dat het bloei komt als mijn broers en zussen langskomen in het weekend. Ik geniet van haar genieten en zij op haar beurt van ons genieten als we gezellig met z'n allen in de woonkamer zitten. Mijn plek van afkomst is te gek voor woorden. Daar waar je zon, zee, strand ziet, bergen en woestijn. Noem het maar de wereld. Wereld, werelden, tweestrijd, verschillen, overeenkomsten, raakvlakken. Raakvlakken zorgen ervoor dat ik verbonden blijf met mijn roots. Als mijn buurvrouw me begroet met Selam, kidere lebes, kidere mamak. Hé, hey, hoe gaat het? Hoe gaat het met je moeder? Als mijn collega me begroet met goedemorgen, word ik gevraagd om aan de andere kant mee te kijken. Als ze mij vertelt hoe leuk haar weekend was en hoe heerlijk boerenkool met stamppot smaakt. Twee werelden. Voor de ene ben ik overdaad om hoor ik al lang al getrouwd te zijn. En voor de andere ben ik nog jong en kom trouwen, liefde nog wel op mijn pad. Ik ben in beide werelden anders, dus ik verander. Ik verander een beetje net genoeg om niet anders te zijn, om het me aanpassen. Want waarom veranderen als ik mezelf kan zijn... Waarom anders als ik mezelf heb leren accepteren? De twee werelden hebben mij gemaakt wie ik nu ben. Ik hou van Nederland, maar ik blijf trouw aan mijn roots. Ik ben Marokkaans, maar zie me als mens, als persoon, als individu en niet als afkomst. Ik ben Zeynep, noem maar Zee. Dank jullie wel. De buurtschool De Korantijn heeft het beeld van Jacoba geadopteerd... En elk jaar zullen zij stilstaan bij haar verhaal en de lessen die zij ons leert over verdraagzaamheid en gerechtigheid. Alle leerlingen van de Korantijnschool hebben de voorstelling De Bonnenkoningin gezien.
Maar dan de hele voorstelling. Niet het stuk, ook het stuk van vandaag, maar nog meer. En we hebben alle leerlingen gevraagd om postume brieven te schrijven aan Jacoba. En dat hebben alle leerlingen ook gedaan. En dat is fantastisch. Die hebben ze ons voorgelezen en dat is echt ontroerend om dat te horen. We hebben 4 kinderen gevraagd om hun brieven vandaag aan u voor te lezen. Hallo allemaal. Ik heb een brief aan Jacoba geschreven en ik ben blij als jullie willen luisteren. Beste Jacoba van Tongeren. Toen ik uw verhaal hoorde over de Tweede Wereldoorlog en uw verzetsgroep 2000, dacht ik, wauw. En dat u de enige vrouwelijke verzetsleider was? En even dat u het weet, als u vandaag nog bestond, had ik deze vraag voor u. Was u niet bang dat als de nazi's uw envelop met de code te pakken kregen, alles voorbij was? Maar dat u het weet. Ik weet dat u deze brief waarschijnlijk nooit gaat kunnen lezen. Maar het was zo intelligent van u om alle leden van de verzetsgroep een nummer te geven. En toen ik hoorde dat u 22 jaar lang ziek op bed lag, dat vond ik zo zielig. En ik heb gesproken met Paul, uw neefje. En als u wist wat uw neefje voor u heeft gedaan, na wat er met zijn familie is gebeurd, u zou zo trots op hem zijn. Nou, genoeg gekletst. Heb een fijn leven in de hemel. Een hartelijke groet van William. Beste Jacoba, ik kan niet geloven hoe dapper u was. Hopelijk word ik later net zo moedig als u. Er is een monument opgericht voor u, omdat u met uw verzetwerk wel 4500 mensen hebt geholpen. Mijn grootvader was Jood. Met hulp van anderen heeft hij deze oorlog kunnen overleven. Dus eigenlijk sta ik hier nu, mede dankzij mensen zoals u. U heeft veel meer dan 4500 mensen geholpen. Al die onderduikers die u hebt gered, die hebben nu waarschijnlijk kleinkinderen. Sommigen ook. Oh ja, kinderen en sommigen ook kleinkinderen. Zonder u waren die er ook allemaal niet. U bent een voorbeeld voor mij en ook voor vele anderen. Hoe u keer op keer uw leven riskeerde om die van een ander te redden, zal nooit vergeten worden. Veel liefs van Mia. Hallo allemaal. Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. En fijne dag nog. Beste Paul van Tongeren. Wat was ik blij dat jij bij de voorstelling was. En wat ben je al oud. Wat vind ik het stom voor je dat je vader en je grootvader door de nazi's zijn vermoord. En dan over je tante Jacoba. Wat was zij een goed mens. En wat had zij een mooie verzetsgroep. De groep 2000 om precies te zijn. Wat heeft Jacoba toch veel goede dingen gedaan in haar leven. Ze stopte niet, ze was een echte doorzetter. Wat heeft ze toch veel mensen geholpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze was de beste leider van toen. Ze was ziek, maar dat maakte haar niet uit. Ze bleef maar al die onderduikers helpen. En wat een mooi boek heb je geschreven. Ik ben blij dat wij op onze school zo'n mooi boek mogen hebben. Wat cool van Jacoba, dat ze iedereen een cijfer had gegeven in plaats van een naam. Zodat... En niemand kon iemand verraden van de groep 2000. En wat slim was ze. Ik bedoel, ze kreeg als kind les van haar vader in het oerwoud. En was niet op de basisschool geweest. En toch had ze VWO. Nou, ik vind dat best wel knap. Ik zou dat niet kunnen.
En haar moeder was ook niet zo heel aardig tegen haar. Jacoba streed tegen de nazi's, de racisten. Ik vind het belangrijk, want we hebben liefde nodig en vrede op aarde. Met veel respect voor Jacoba van Raafje Gordijn. Beste Jacoba van Tongeren, ik bewonder u heel erg. Het is zo bijzonder wat u allemaal heeft meegemaakt. De oorlog, het verzet, de ontsnapping uit de trein, de 30 onschuldige mensen doodgeschoten, de overval op uw kantoor, de brief met de code en het opkomen voor uzelf. Dat zou ik echt niet durven zoals u dat deed. U bent bekend geworden met het verhaal dat u voor de dood heeft opgeschreven, de 330 bladzijden. Uw verhaal heeft me geraakt, maar ook geïnspireerd. Bij de vergadering met de andere verzetsleiders wilde een man de groep overnemen. Maar dat u dan zo kan reageren, dat hij dan denkt, ze kan het wel aan, dat is zo knap. Ik wou dat ik dat kon. De illegale krant Vrij Nederland, daar was u al best jong bij betrokken met uw vader. Ik zou me afvragen, hoe is het om meer als jongen dan als meisje opgevoed te worden? Ik kom even terug op dat ik geïnspireerd ben. Dat het u niet uitmaakt of je nu christelijk, joods, islamitisch of een andere afkomst of huidskleur had. Dat zou toch iedereen moeten doen? Respecteren hoe iemand is? Geen racisme of discriminatie. Met lieve groet, Minou Weers. Wat supergoed gedaan. En ze mochten pas klappen na nummertje 4, maar iedereen kreeg een applaus. Fantastisch. Heel erg goed. We zijn bijna aan het eind van het programma. Voor we verder gaan wil ik nog iets zeggen over het beroemde Bonnefest. Op het einde van de oorlog werd een van de leden van Jacoba's groep gearresteerd met het Bonnefest aan. Die heeft het gauw weggegooid voor de arrestatie. En het Bonnefest is verloren gegaan, geconfiskeerd door de Duitsers en verdwenen. Maar wij hebben deze zomer gevraagd aan Marie Roelofsen of zij het vest voor ons wilde namaken. Want Jacoba heeft in haar memoires een model van het vest getekend. En wij gebruiken dat vest op scholen als educatiemateriaal. Marie Roelofsen is vandaag aanwezig met mevrouw Ike Spiekman. Het model, zal ik maar even zeggen. En zij draagt het Bonnevest. En zij gaan hier straks rondlopen, zodat voor wie dat wil, kan zien hoe het Bonnevest eruit ziet. Ike ziet eruit als een zwangere vrouw. En ze zijn even gaan staan. En dan nu onze laatste gast. Zij is acteur, schrijver en beeldhouwer. U kent haar misschien, de kinderen kennen haar misschien. Ze is lerares Dina uit de serie Oogappels. Sam Gilane maakte een theatervoorstelling over het leven van haar Joodse grootmoeder. En dat werd een enorm succes. Speciaal voor deze onthulling, dat vind ik heel bijzonder, schreef zij Overdenkingen bij een onthulling. Sam, ga je gang. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Sam Gilane en ik vind het ontzettend bijzonder om hier te staan ter ere van een vrouw die haar leven heeft gewijd aan het opstaan voor een ander. Maar ook ter ere van de groep mensen die ze leiden. Hun moed en onbaatzuchtigheid zijn voor mij een lichtend voorbeeld en een toonbeeld van goedheid in de wereld. Zelfs in de meest donkere tijden die onze samenleving heeft gekend. Ik ben dankbaar en vereerd om een paar van mijn overdenkingen hier met jullie te mogen delen op deze bijzondere dag. Mij is gevraagd iets te zeggen over mezelf, vooral.
Een verhaal van een Marokkaans-Joodse vrouw geboren in Nederland. Over hoe ik heb gevochten om mijn plek te vinden in deze wereld, in deze maatschappij. Tegen de klippen op. Hoe ik door mijn culturele achtergrond, maar ook als vrouw in deze maatschappij, voor mezelf heb leren opstaan. Misschien lijkt dat zo, als je deze veronderstelde wapenfeiten zo hoort. Maar eigenlijk heb ik me altijd tussen alles doorbewogen. Mijn kop onder het maaiveld gehouden. Omdat ik bang was voor die zogenoemde harde wereld. Anders zijn stond voor mij gelijk aan mogelijk zelf het doelwit worden. Het stond voor gevaar. Misschien heb ik dat niet willen opvallen, niet uit de maat willen lopen van mijn Nederlands-Joodse oma, die zich na de oorlog niet meer Joods noemde, die als kind ondergedoken zat en alleen een door Auschwitz getraumatiseerde moeder terugkreeg. Of misschien komt het van mijn Marokkaans-islamitische vader, die geprobeerd heeft zo goed mogelijk te assimileren in Nederland, die niet leek op de andere vaders en mij standaard te laat kwam ophalen van school. Misschien. Misschien dat de meeste mensen mij daarom ook kennen als Sam. Gewoon Sam. Want over de naam Sam kan je niet struikelen. De naam Sam kan je niet verkeerd horen, niet verkeerd uitspreken. Ik wilde me nooit identificeren met mijn niet-Nederlandse kant. En als mensen mij vroegen, nou maar wat is dan je afkomst, waar kom je dan vandaan? Dan bleef ik zeggen, Nederland, Nederland, Nederland. En toen ik meer over Jacoba van Tongeren te weten kwam, toen was ik heel erg geraakt door haar rechtlijnigheid. Door haar krachtige persoonlijkheid en de overtuiging van haar eigen leiderschap. Ze wist wat ze kon. Ze wist dat zij iets moest doen. En ze stond op voor anderen en nam daarin haar hele persoonlijkheid mee. Hierdoor realiseerde ik mij opnieuw dat heldenmoed, je hand uitstrekken naar een ander, onmogelijk kan zonder te laten zien wie je zelf bent. Om voor een ander op te staan moet je weten wie je bent, wat je belangrijk vindt in het leven. Het betekent zeggen, ik ben het hier niet mee eens, ik spreek me uit. Verzet, voor de ander opkomen, begint bij jezelf. Begint met jezelf als inzet, voluit. Volgzaam zijn, erbij willen horen, niet tegen de stroom in willen zwemmen, dat oefent je niet in het verschil tussen goed en kwaad zien. In je moraal na te leven en je denken te scherpen. Inzien wat er gedaan moet worden als het leven van een ander op het spel staat, zoals Jacoba dat deed in die tijd, zoals gelukkig zoveel mensen deden, voor Joodse onderduikers. Onderduikers zoals mijn oma en haar vader en haar moeder. Dat er ook verraad was, waardoor mijn overgrootouders op transport zijn gezet, doet niets af aan de eervolle nagedachtenis aan mensen die met gevaar voor eigen leven zich bekommerden om het leven van een ander. Mijn naam is Samia Raylan. Dochter van een Marokkaans-islamitische vader en een Joods-Nederlandse moeder. Kind van deze tijd. En ik omarm de ander als mezelf. Zoals Jacoba dat destijds heeft gedaan. Dankjewel Sam en dankjewel Zeynep. Het is heel mooi om te zien dat Jacoba ook hedendaagse jonge vrouwen zo kan inspireren. Dus dank je wel voor jullie bijzondere bijdrage. Dan zijn we nu aan het eind van het programma van de onthulling. Ik wil toch een paar mensen bedanken. Onze drie gastsprekers en de artiesten wil ik bedanken voor hun betrokkenheid en hun bijdrage. Ik dank ook Paul van Tongeren en Karel Baraks voor hun inbreng. En ik dank de medewerkers en de leerlingen van de Korantijnschool die daar zitten. Zo leuk dat jullie er zijn. Ik dank de medewerkers van de Stadsdeel West voor hun actieve medewerking. En ik dank de buurtbewoners die hun huis, hun elektriciteit en dit plein aan ons ter beschikking hebben gesteld.
Ik dank in het bijzonder Koos Hoebe en het 4 mei-comité van de Baarsjes. Jullie hebben ons fantastisch geholpen. Zonder jullie hadden we dit echt niet gekund. Dank je wel. En dan dank ik bovenal Pieter Tepen. Pieter, je hebt je ergens verborgen. Hij wil niet bedankt worden. Maar met al je hulp en je adviezen, met raad en daad, dag en nacht, stond je ons terzijde. Super bedankt, Pieter. U weet vast wel dat koningin Wilhelmina na de oorlog Amsterdam het recht verleende om 3 markante woorden toe te voegen aan haar eeuwenoude stadswapen. Heldhaftig, vastberaden, barmhartig. Jacoba en groep 2000 hebben deze 3 waarden tot in hun vezels doorleefd en in hun daden tot uitdrukking gebracht. Dat ze een voorbeeld mogen zijn voor ons allemaal. Ik dank u voor uw aanwezigheid en wel thuis. Beste mensen, Mirjam Lange van de werkgroep Jacoba van Tongeren. De werkgroep die dit allemaal mogelijk gemaakt heeft. Graag een applaus voor haar.